Minister Pralat Seudin van Landbouw, Veeteelt en Visserij zegt dat er zich een opmerkelijke ontwikkeling voordoet binnen de visserijsector. Voor de aanvang van de Raad van Ministers vandaag zei de bewindsman recentelijk met een aantal vissers te hebben gesproken die gebruik maken van de dokfaciliteiten van de centrale vissershaven Suriname. En van hun heb ik vernomen dat inderdaad op dit moment de afzet op de buitenlandse markt heel erg stroef verloopt. Er is nu een overschot lokaal. Hun vissers zijn vol. Ze hebben zelfs containers op hun erf staan waarin vis ligt. Er is even een drop omdat de wereldmarkt als zodanig heeft gereageerd. Er is kennelijk iets aan de hand. Of er is een overschot of er is iets met de prijzen of we zijn te duur. Dus wat dat betreft is het een marktwerking. Maar ik heb daar ook de opmerking van geluisterd. Wij moeten toch wel gaan richting goedkopere productie. Seudin zegt dat het vraagstuk met betrekking tot de afzet een marktwerking is. Er moet ook gewerkt worden aan verbeterde dokfaciliteiten om boothouders te accommoderen. Maar als we hier lokaal faciliteiten kunnen creëren, en daar is het zo, soms geef je je boot aan een reparateur om het voor je te repareren, maar dan vallen je kosten te hoog uit. In het geval van Sifihas ga je middels een lift zo'n boot uit het water lichten en dan ergens naartoe brengen met zo'n lift dat ook zelfrijdend is. En dan stop je het ergens op iets dat je gecreëerd hebt. Zo'n faciliteit. En dan kan de eigenaar van de boot zelf verder te werk gaan om te repareren. Dat gaat hun enorm schelen in hun kosten. En zo moeten we continu vindingrijk blijven en zijn om te kijken van wat er nog meer gedaan kan worden om de kosten omlaag te brengen. De vangsten van de afgelopen tijd spelen volgens de bewindsman ook een rol in de overschotten die zijn ontstaan. Het probleem is ook dat de vissers faciliteiten moeten hebben om de vis lang goed te houden.